Mevrouw Marijnsen. En dan de heer Segers. Dankjewel, voorzitter. De heer Azarkan stond hier net en toen had hij een hele stapel met moties voorstellen die DENK heeft gedaan tegen discriminatie. En hij noemt er nu ook een hele hoop. Maar ik wil toch graag even met hem terug naar het debat wat hij net ook al even had met de heer Ascher. Over de filmpjes die DENK zelf maakt en online heeft gezet. Video's waarin volksvertegenwoordigers hier in het Nederlandse parlement niet aangesproken worden op hun politieke ideeën, maar op hun achtergrond. De namen zijn net al genoemd, maar het zijn mensen met een buitenlandse achternaam die door DENK op die manier worden aangesproken. En daar is een naam voor, dat heet namelijk etnisch profileren. En ik dacht toch eigenlijk dat dat nou precies was waar de heer Azarkan en DENK betogen zo'n hekel aan te hebben. En in een vorig debat zei de heer Azarkan hierover dat hij daarvoor excuses wilde maken. Ik hoorde hem net ook op een ander vlak over excuses praten. En ik ben benieuwd of hij bereid is om dat inderdaad aan die betreffende Kamerleden te doen. Voorzitter, het gore lef hebben om hier aan mij te vragen datgene te doen wat in die samenleving aan de hand is, namelijk is er racisme. Om mij te vragen en om mij daarop te bevragen. Voorzitter, heeft haar collega 3 weken geleden gedaan. Ik stel voor dat mevrouw Marijnissen, die het overigens prima vindt als je de racistische karikatuur van Zwarte Piet, want dat zei ze in een tweet, dat mag van haar. Van haar mag je Zwarte Piet gewoon tijdens carnaval. Dan wordt iedereen op de hak genomen. Voorzitter, het gore lef om mij hiervoor te verantwoording te lopen. Haar collega heeft dat gedaan. Mevrouw Leijten, er kwam toen een hele hups. Meneer Segers heeft het al een keer gedaan tijdens een onderwijsdebat. Voorzitter, ik heb me hier vaak op dit punt al verantwoord. Ik heb aangegeven dat dat een aantal jaren geleden gebeurd is. Ik heb aangegeven dat ik dat niet oké vind. Ik stel voor dat mevrouw Marijnissen de handelingen van dat debat nog eens naleest. Daar staat exact in hoe ik erover nadenk. Mevrouw Marijnissen. Ja, voorzitter. En laat dat nou juist zijn wat ik heb gedaan. En daarin zei de heer Azarkan dat hij bereid was om die excuses te maken. En daarna hebben de verschillende Kamerleden die dit betreft, deze onheuse aanval van DENK, want meneer Azarkan kan wel heel boos op mij worden en het gore lef, allemaal hele grote woorden die sowieso vandaag door de heren allemaal weer vallen. Maar het gaat erover dat DENK zich schuldig maakt aan dat wat ze zelf zo bekritiseert. En ik heb die handelingen nageslagen, sterker nog, ik heb dat debat gezien, gekeken, ik heb gehoord wat u zei. U zou excuses maken en die Kamerleden zeiden, nou, we hebben nog steeds niks van de heer Azarkan gehoord. Dus of u staat hier voor de bühne te praten met een mooi antiracisme en antidiscriminatieverhaal, maar u bent niet bereid om die excuses te maken. Of u trekt niet zo'n grote broek aan, maar u maakt vandaag wel die excuses, want volgens mij hebben die mensen er lang genoeg op gewacht. Voorzitter, dit platgetreden paadje, wat al een aantal keren geprobeerd is bij mij, dat ziet er nu echt heel kaal en droog uit, voorzitter. En ik krijg de indruk dat mevrouw Marijnissen een beetje praat als een beschonken komkommer. Ik ben hier heel helder over geweest. Als mevrouw Marijnissen de conclusie trekt dat ik daar op een manier over gesproken heb, waarvan zij zegt, u zou excuses aanbieden, ik heb dat al gedaan. Ik heb hier aangegeven dat ik dat betreur, dat ik dat niet goed vond. Dat heb ik al aangegeven. Dus u heeft de handelingen niet goed gelezen, voorzitter. Maar u kunt hierover blijven doorgaan. Maar volgens mij is het de bedoeling vandaag is dat we ons omarmen rondom institutioneel racisme. En u kunt mij de maat nemen, dat kunt u allemaal. Maar voorzitter, wat ik constateer is dat het hier de partijen zijn die met elkaar al honderden jaren de regering vormen. En u kunt DENK betichten van het feit dat wij institutioneel racisme hebben veroorzaakt. Maar voorzitter, daar bent u met z'n allen verantwoordelijk voor. En ik heb al aangegeven dat de partijen die de instituties hebben gebouwd, ja, ook de SP en alle andere partijen in deze Kamer, dat is natuurlijk maar de vraag of die het kunnen afbreken. Maar ik heb wel hoop, voorzitter. Ik heb hoop dat we met z'n allen ons kunnen scharen rondom de pijn die zwarte Nederlanders hebben laten zien tijdens bijeenkomsten. En ik heb daar uiting aan gegeven. En ik zal er ook moties voor indienen. Als mevrouw Marijnissen hetzelfde doet als wat haar collega 3 weken geleden deed, hobby, ik vind dat prima. Ik kan haar daar lang over beantwoorden. Als mevrouw Marijnissen samen wil optrekken om problemen op te lossen, dan is ze van harte welkom. Mevrouw Marijnissen. Ja, voorzitter. Azarkan wordt nogal boos. Hij noemt mij zelfs, ik hoorde het goed, een beschonken komkommer. Nou, ik weet niet wat dat is, meneer Azarkan. Ik spreek u aan op uw verhaal hier. Op uw antiracisme en antidiscriminatieverhaal, dat ik dat zo belangrijk vind. En ik spreek u aan op wat uw partij zelf doet. En ja, u zei in het debat, ik betreur dat. Maar u zei ook, u zou excuses maken. En mijn simpele vraag was, en daarna wordt u heel erg boos. Mijn simpele vraag was, kunt u dan die excuses aan die mensen maken? Want die hebben nog steeds niks van u gehoord. Dus u kunt hier boos worden, u kunt uit de bocht vliegen wat mij betreft. U kunt nog bozer worden. Maar als
Denk hier zo'n grote broek aantrekt en zo'n groot verhaal houdt, antiracisme, antidiscriminatie, dan past het toch ook, als u dat echt betreurt, dat u ook zo fatsoenlijk bent om die mensen uw excuses te maken. Dat is het enige wat ik van u vraag. Voorzitter, als er één ding is wat DENK doet, dan is dat inderdaad een grote broek aantrekken als het gaat om het bestrijden van racisme. Dat doen we met plezier. Dat doen we met opgeheven hoofd, omdat wij een diverse partij zijn. Omdat wij een partij zijn die dagelijks merken wat het betekent als je uitgesloten wordt. En dat weet niet iedereen in deze Kamer. Omdat we ons niet allemaal kunnen inleven over wat het doet als je voor een zoveelste keer aangehouden wordt door de politie. Voorzitter, dat doe ik met veel plezier. En nogmaals, ik verwijs mevrouw Marijnissen graag naar de handelingen van de verschillende debatten waarin ik mij al heb verantwoord voor de vragen die zij gesteld heeft. Ja, mevrouw Marijnissen. Voorzitter, ik constateer weer een heel verhaal, maar er komen dus gewoon geen excuses. Dat moet ik dan vaststellen, dat vind ik heel treurig. En de heer Azarkan kan een heel mooi pleidooi houden. Zeker. Tegen racisme en discriminatie. En dat andere mensen wellicht niet weten hoe het voelt om uitgesloten te worden, et cetera. En dat zal zeker zo zijn. Maar wat u doet, is zelf Nederlandse parlementariërs aanspreken op grond van hun achtergrond en niet op grond van wat ze zeggen, dat maakt u zelf net zo erg. Voorzitter, ik heb nog nooit, dat is echt de pure leugen, ik heb zelf nog nooit hier in deze Kamer collega's aansproken op een achtergrond. Ik bestrijd mensen op ideeën. Het feit dat mevrouw Marijnissen dat hier zegt, is gewoon niet waar. Ik bestrijd mensen hier op ideeën. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, collega Azarkan die vindt het niet leuk. Alleen ik kan één ding vertellen, dit gaat door totdat u tot zelfreflectie komt. Totdat u tot het punt komt en zegt, het spijt mij, ik bied excuses aan, ik maak schoon schip. Zolang u dat niet doet, gaat dit door. Want u slaat wild om u heen.